We zijn nu de Stille Disco dozen aan het inpakken met de koptelefoons. Voor de Augustijnen die zo de dozen komen ophalen. De studentenvereniging als afhaalpunt voor honderden koptelefoons. 700 stuks in totaal voor twee verenigingen in Leiden en voor een studentencomplex in Delft. Het idee voor een festival op afstand werd uit nood geboren, want de evenementenbranche ligt al sinds maart stil door corona. Normaal gesproken met oud en nieuw, dan hebben we 4 feesten in een land en reizen we met ons DJ-team eigenlijk door 20, 30 locaties. Nu was er niks, dus hebben we zelf maar iets verzonnen om te gaan doen. Nou, zijn jullie druk bezig in Leiden en Delft. Wat gaan jullie doen? Heel simpel gezegd. Wij vieren hier en in Delft een feestje. Dat wordt gefilmd en de mensen thuis klikken op hetgrotethuisfeest.nl het feestje aan wat ze willen zien. Zetten een koptelefoon op en ze vieren een feestje. Augustinus is dus een van de kanalen. We hebben 6 kanalen vanavond. Hier komen dan DJ's te staan met een timetable, dus elk uur, elk anderhalf uur komt een ander te staan. Volledig coronaproof verder, want iedereen houdt genoeg afstand. En hier wordt alles opgenomen en dit wordt live gestreamd op het Grote Thuisfeestplatform. Je wilt je leden toch iets kunnen bieden, ook in deze tijden. En dan ga je op zoek naar alternatieven. En toen kwamen Roel en Anthony bij ons en die zeiden, nou, wij hebben dit. En toen dachten we, nou, wat is dat ontzettend leuk idee. Dat ze veilig thuis met hun huisgenoten feest kunnen vieren met de koptelefoons op. We zagen op een gegeven moment, we wilden iets gaan doen met Oud en Nieuw en niet het standaard feestje wat we altijd doen. En toen zagen we dit voorbij komen op Facebook van Augustinus. Toen dachten we, nou, laten we dit gewoon proberen, want niet gesloten is altijd dus. Zou iets vergelijkbaars ook de komende maanden een idee zijn? Absoluut. Als we nog dicht blijven is zoiets echt een uitkomst, ja. Veel plezier. Dank u wel.